Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werpen op Zeeën van Strijd, uitgegeven door House of Monks Games. Het is een spel voor 3 tot 6 spelers waar je een 30 tot 45 minuutjes mee bezig bent. En in dit slagenspel probeer jij ervoor te zorgen dat je de minste slagen te pakken krijgt. Want elke slag die je wint is een strafpunt waard. En zodra er iemand een x-aantal strafpunten heeft aan het einde van een ronde, wordt er gekeken wie de minste heeft en die is de winnaar. Dus laten we snel maar eens een blik werpen op wat er in het doosje zit. Wij krijgen de spelregels in het Nederlands. De regels zelf zijn prima opgezet, overzichtelijk. Het is niet al te complex, zeker als je een aantal slagenspellen hebt gespeeld, zul je dit snel doorhebben. En we krijgen nog een variant waar we mee kunnen spelen. En verder natuurlijk de kaarten waarmee we het spel gaan spelen in verschillende kleuren met verschillende waardes. En allemaal in het Zeeën van Strijd thema waar ons zeilbootje doorheen beweegt. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 4 spelers. Alle kaarten worden geschud en opgedeeld over de spelers. In dit voorbeeld krijgt iedereen dan 15 spelers. En de speler die de 0, de gele 0 te pakken heeft, wordt automatisch de startspeler. Het doel van het spel, zoals ik al zei, is ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk slagen wint. Want elke slag die je wint is een strafpunt. En in een 4-spelerspel, zodra er iemand 15 strafpunten heeft aan het einde van een ronde, is het spel voorbij en gaan we kijken wie de minste heeft. Want die wordt dan de winnaar. Maar zo zet hem op. Laten we maar eens wat slagen gaan spelen. De startspeler, degene met de gele 0, die begint en die moet uitkomen met de gele 0. Het basisprincipe van het spel is dat als er een kleur gevraagd wordt, moet je die kleur volgen, als je die tenminste op handen hebt. Oftewel, er wordt geel gevraagd, dus geel moet gespeeld worden. Verder staat er wat informatie op de kaarten, naast natuurlijk de waarde en een symbool voor de kleurenblinden onder ons. Geeft deze bar aan hoeveel kaarten er van de kleur in het spel zitten. Van geel zitten er bijvoorbeeld 10 kaarten in en het witte pijltje geeft aan waar de waarde van jouw kaart zit in deze range. En dat staat dus op elke kaart. Dus de 16, nou, die zit natuurlijk op positie 6. En je ziet dat er dan in totaal 19 kaarten zijn die in de kleur rood zitten. Deze nummer 72, daar zijn er maar 4 van in het spel. Is er nog één belangrijk iets om te merken? De hoogste kaart in een kleur herken je aan de ene kant aan het feit dat het vlakje waar het getal in staat wit is en het symbooltje eronder de kleur van de reeks. En je hebt hier natuurlijk het witte pijltje met het sterretje erin. Die hoogste kaarten zijn interessant, want als je daar een slag mee wint, normaal gesproken de winnaar van de slag begint de volgende slag. Maar als je de winnaar bent met de hoogste kaart van een reeks, dan mag jij kiezen wie de volgende slag begint. Maar in de basis gaat iedereen kleur bekennen. Geel wordt gevraagd. Dus Googly Eyes speelt een gele kaart. Army Guy kan een gele kaart spelen. En ook de blauwe zeedraak speelt een kaart. Dan wordt er gekeken wie de hoogste kaart gespeeld heeft. In dit geval is dat de 9 van Army Guy. En dat betekent dat deze slag is voor Army Guy 1 strafpunt. En die komt de volgende slag weer uit. En dan wordt er opnieuw een kleur gevraagd. In dit geval grijs. En als je grijs hebt, moet je die spelen. Mocht je een kleur niet hebben, zoals ik in mijn voorbeeld, ik heb de kleur grijs niet, dan mag ik elke kaart spelen die ik wil. Dus misschien kies ik er wel voor om deze kaart weg te leggen. Het risico is, en dat is het leuke grapje, laten we zeggen dat Googly Eyes ook geen grijze kaart heeft. Dat betekent dat ook Googly Eyes een kaart naar keuze mag spelen. En die denkt, hey, wacht eens even, er ligt al een lichtblauwe kaart. Ik speel ook een lichtblauwe kaart. Want aan het einde van een slag wordt er gekeken welke kleur het meeste gespeeld is. En de hoogste kaart van die kleur, die wint daadwerkelijk de slag. Dus ondanks dat Army Guy begonnen is met grijs en de zeedraak de hoogste grijze kaart heeft gespeeld, zijn er maar 2 grijze kaarten. Ik heb gekozen voor blauw. En Googly Eyes heeft dat er ook bij gelegd.
En in het geval van een gelijk spel van de meest gespeelde kleuren gaan we kijken naar waar de hoogste waarden zitten. En dat betekent dat blauw de sterkste kleur is. En dan is de sterkste kaart binnen die kleur de winnaar van de slag. En heb ik opeens, terwijl ik de kleur niet eens heb gevolgd, deze slag gewonnen en een strafpunt. Nou, ik heb hem toevallig wel gewonnen met de hoogste kaart uit de kleur blauw. Dus ik mag zelf kiezen wie de volgende slag begint. Dus ik zeg, nou googly eyes, begin jij maar, want dan ben ik laatst in de beurtvolgorde, heb ik de meeste kans om te manipuleren. En dan begint iedereen weer kaarten te spelen. Ik doe het nu eventjes willekeurig. Hier hetzelfde voorbeeld. Geel is gevraagd. Zij hebben allebei geen geel. Ik wel. Twee kleuren gespeeld. Allebei evenveel. Wat betekent dat dit de sterkste kleur is. En dat Army Guy met de rode 18 deze slag heeft gewonnen. En weer een strafpunt te pakken heeft. En dat is hoe het spel gaat. En zo spelen we slag na slag en proberen natuurlijk onze kaarten weg te werken. En naarmate je minder en minder verschillende kleuren in hand hebt, wordt het steeds interessanter om te kijken van wat gebeurt er. Kan ik een kleur dumpen? Maar hoe veilig is dat? Want als andere mensen dat ook beginnen, doen, kun je hem alsnog winnen opeens. Of kan ik iemand anders een hak zetten en ervoor zorgen dat zij een slag pakken. Zodat jij uiteindelijk aan het einde van het spel de minste punten hebt. Nadat alle 15e slagen gespeeld zijn, gaat iedereen tellen hoeveel slagen hij of zij gewonnen heeft. Daar krijg je een strafpunt per slag voor. En in mijn 4V-speler voorbeeld, als er niemand 15 strafpunten heeft, worden alle kaarten opnieuw geschud, uitgedeeld en beginnen we de volgende ronde. En zo spelen we net zo lang door tot er iemand 15 strafpunten heeft aan het einde van de ronde. En degene die dan de minste strafpunten heeft, wint zeeën van strijd. En zo wordt het spel gespeeld. Zeeën van Strijd is een vermakelijk slagenspel met een aantal interessante twists erin. Aan de ene kant probeer je zo min mogelijk slagen naar jezelf toe te houden. Dus je probeert tactisch bepaalde kleuren of kaarten weg te werken, zodat je kan duiken op het moment dat het nodig is en mogelijk andere mensen een slag in de mik kan schuiven. En dat vereist alweer een interessante andere manier van denken. Dus je bent niet op het graaien, maar op het afstoten gefocust. En het andere aspect wat ik ontzettend leuk vind, en dat komt gewoon beter tot zijn recht met 4, 5 of 6 spelers, met 3 vind ik dat zwakker, is natuurlijk het feit dat niet de gevraagde kleur leidend is, maar de kleur die het meest gespeeld is, bepaalt wie uiteindelijk er met de slag vandoor gaat. En dat is een grappig manipulatiespelletje, waarbij als iemand, zeker naarmate de handen kleiner worden en er minder opties zijn, een kleur speelt waarvan er eigenlijk niemand meer iets heeft, je andere kleuren tevoorschijn ziet komen en dan kijkt, oh, maar wacht eens even, als ik nu deze erbij leg, dan krijgt hij of zij opeens deze slag. Of moet je hem opeens zelf nemen. Dat element vind ik ook erg vermakelijk. Daarbovenop heb je natuurlijk nog de hoogste kaart in elke kleur. Als je daarmee weet te winnen, kun je iemand anders laten starten, wat ook een klein voordeel geeft. Dus als je dan toch een slag moet pakken, probeer ik meestal zoiets voor elkaar te krijgen. Want dan heb ik er toch nog een klein voordeeltje uit. En zo strijden wij over de zeeën om zo min mogelijk slagen naar binnen te harken. Dat vind ik de vormgeving tof gedaan. De verschillende kleuren hebben allemaal hun eigen artwork en vertellen eigenlijk een verhaal van een zeilboot die bij zon vertrekt en eindigt in de tentakels van een kraken. En alle gevaren die daartussendoor op het pad komen. Het ziet er gewoon fraai uit. Voegt in principe niet zoveel toe aan het spel, maar het is niet onplezant om naar te kijken terwijl je de kaart op hand hebt. En dat alles bij elkaar maakt Zeeën van Strijd wat mij betreft gewoon tot een plezierig slagenspelletje. Als je houdt van slagenspelen en je wil even weer op een andere manier uitgedaagd worden, geeft Zeeën van Strijd je daar de mogelijkheid voor. Met de kanttekening dat je het eigenlijk met minimaal 4 mensen, het liefst 5 of 6 wilt spelen. Omdat dan het effect van de verschillende kleuren nog beter naar voren komt. En dat element vind ik persoonlijk het leukste om mee te spelen. En dat maakt dat ik Zeeën van Strijd een 7 heb gegeven. Spellen zolder.